Leuk dat jullie kijken trouwens naar een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en we gaan weg naar de stad Aken. Dus zover, we gaan weer weg. Spullen bakken. Oh, dit is toch wel genieten, hè, jongens. Wow. De bus lekt. Ja, kijk. Dat is geen grapje. Nee. Ik zeg ook niet dat het grap is. Nee. Nou, dit gaat best wel snel naar beneden. Je zal bij iedere dag op moeten fietsen. Heel snel naar beneden. Ja. Maar dat trilt die denk ik wel meer dan dat je vasthoudt hoor. Zo'n Nederlands typisch station. Een station in Duitsland, hè? Nog een ritje met de trein vanaf Duitsland. Een Duitse station. Er zat een meneer in zo'n fotohokje. Ja. Oké, we gaan naar boven.
Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Koetjes. Oh, val mee. 1,6 kilometer is het lopen naar Vaals. Ja, maar we komen vast weer eerder een bushalte tegen. En misschien dat ik denk van de... Als we altijd niet zo lang, bedoel, als we heel lang wachten, kunnen we misschien beter lopen. Ja. Ja, als er geen bus aankomt, kunnen we beter net zo doorlopen. Ja. Nou, op mijn moeder ook en vanaf hier zie je de uitkijktoren. Ja. Oh, die is zo bibberig. Ik vind het wel een leuk beeld. Ja. Dus dat gaan we nu even doen. We zijn een beetje nat. Geregend. Terug van stad Aken. Wat een beetje tegenviel. Ja, naar de winkels voornamelijk. Ja, de winkels viel je echt tegen. Ja. Ik heb super koud. Gaan we net niet roken? Oh, die ganzen. Ja, het gaat weer harder regenen. In de derde versnelling. Derde versnelling. Nou, heuveltje af. Heuveltje af. 1, 3. Als je springt, ga je verder. Ja, ga je even springen. Ik heb gisteren al genoeg gesprongen. Ja. Ja, ik vond het bijna springen. De eerste keer dat we al dat grijs doen. Weet je dat grijs doen? Dan denk ik, oh, dat was hard. Ja. Dat was wel zacht en zo. Ja, dat gele vond ik ook best wel hard als je erop sprong. Ja. Maar het was wel super leuk. Ja. Nou, dit zijn onze buren. Busje. Dit hebben gewoon een bus, wij hebben mijn voeten. Ik hoop niet meer dat in die bus het ook goed hebben. Oh, die kan gewoon niet slaan. Nog meer buren. En dan zijn we erbij. Nou, ja, ik heb de sleutel natuurlijk. En dat is ons huisje. Snel onder het afdakje. Nee, dat ook.
heel Nederland weer vol spanning naar heeft uitgekeken. Hier zie je elke dag het allerlaatste nieuws over de komst van Sinterklaas. Maar niet alleen Sinterklaas, ook een heleboel pakjes. Ja, en een heleboel pieten. Tenminste, dat hopen we dan maar. Eerst maar eens kijken of de stoomboot al onderweg is. Volgens mij, ja kijk, ben gewild. Hallo? Ik zie er met niemand. Hallo? Het is nu 19:30 en wij gaan zo meteen naar de bingoavond. We gaan meedoen met de bingoavond zo meteen. Om 8:00 begint dat. Dus we gaan er zo heen. En we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. We gaan spelen voor de tweede ronde. En dat is voor het eerste rijtje weer. En dan spelen jullie voor deze bankspelletjes. Garnet, spatel. Heel leuk. Dus we beginnen met nummer 16. Dan naar nummer 16 gaan we door met nummer 66. Nummer 66. Ja, 20. En zijn de winterballen lekker? Ja, gelukkig maar. Dan zullen we doorgeven. We gaan door met nummer 42. Nummer 13. We gaan door met nummer 90. Nummer 90. Ja, Kevin. Pauze weer kom. Sorry. We gaan door met nummer 17. 18. Nee. Komt goed. We gaan door met nummer 62. Wie weet is de woning waar hè? We gaan door met nummer 40. Nummer 40. Nou, de blauwe kaart kunnen we eigenlijk ook gewoon weggooien. Bijna niemand heeft iets, dus we spelen gewoon door. Die staan er al. We spelen door met nummer 6. Nee, ik ga even omdraaien. We gaan door naar nummer 2. Nummer 2. Kevin, zullen we jou een beetje nuttig maken? Jij mag het phone en jij mag chillen. 53. Ik heb 54. Heel goed, Kevin, dankjewel. Kijk, na nummer 53 gaan we door met nummer 47. Nummer 47. Na nummer 47 gaan we door met nummer 4. Ik heb er een goed.
nummer 34. 34? Nummer 34. De eerste. Je hoeft er nog maar 4. Nee, nog na nummer 34 gaan we door met nummer 69. Nummer 69. Ja. En na nummer 69 gaan we door met nummer 36. Oh, die 36. Heb ik ook. Ja. We zijn op het goede spoor. De paard gaat erin. Ja, maar je moet horizontaal en niet verticaal. Oh, ja, maar dat kan. Na nummer 36 gaan we door met nummer 73. 73. Nou, driemaal een scheet krijgt ze Kevin, dus hier komen we met nummer 85. Ja! Je mag niet meer drukken. Nee, ik zei ja! We hebben een bingo! Op zich, hoe meer je in de eerste ronde hoe minder je er zo meteen op komt. Het is helemaal goed. Goed, applaus. Deze prijs is voor u, alsjeblieft. We gaan weer op hetzelfde kaartje door voor 18. Ja. Nee. En hoe terug van onze bingoavond. Het was super gezellig. En we zijn nu weer terug in het huisje zoals je ziet. Ik ben even boven. Ik moet even wat dingen pakken.
Het is inmiddels 11 uur, bijna half 12 zelfs. Het zijn al 2 avonden heel laat achter elkaar, dus wij gaan lekker slapen. De winkelavond was heel gezellig. We waren heel dicht bij de check voor een midweek of een weekend weg. Ik had er nog maar 2 nodig en dan had ik hem. Damn. Ik baalde wel van, maar het was heel gezellig. Dus ja. Morgen gaan we verschillende dingen misschien doen. We gaan misschien morgen bowlen. Of we gaan weer naar die springzaal. Wat we gisteren ook hebben gedaan. Dus we gaan even kijken. Morgenochtend gaan we sowieso eerst lekker broodjes halen bij de supermarkt. Super veel zin. Ik ga mijn spullen pakken en we gaan lekker slapen. Ik zie jullie weer morgen. Doei!